We zijn inmiddels bij de laatste opnames van onze reeks Thuis bij de Wethouder. En we zijn vandaag bij een oude bekende, wethouder Frans Tiene. Goedemorgen. Kom binnen. Hi, Janus Tiene. Astrid. Kom binnen. Welkom. Dank je. Je bent al een tijdje wethouder en je hebt dezelfde portefeuille gehouden, maar toch zit je weer in een helemaal een nieuwe situatie. Heb je je draai alweer gevonden? Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. Nieuw team. Beetje ook samen kunnen stellen zelf. Hè? Dat vond ik ook wel leuk. Die formatie en informatietijd die was echt geweldig. Ik vind op dit moment hele fijne collega's die ook zelf een visie op de stad hebben. Ook wat uitdragen. Dus ik heb echt een teamgevoel op dit moment. Wat bijdraagt ook aan mijn plezier om voor de stad weer verder te gaan. We moeten stappen nu maken toch om te blijven groeien. En aan de andere kant ook dat met minder geld moeten gaan doen. Dus ja, de komende maanden komen er lastige tijden aan om die keuzes te maken. Maar ik zit er goed in op dit moment en ik vind ook dat mijn portefeuille boeiend is. Ik heb dezelfde gehouden. Ik heb er één elementje bij gekregen, city marketing. Oh ja. Ja, Helmond is mijn stad, dus daar ga ik hartstikke goed voor werken om die beter op de kaart te krijgen dan die al staat. Ja, dus ook buiten Helmond iets doen aan het imago van Helmond. Ja, ik ben landelijk mijn contacten weer aan het aanboren, ook om nieuwe evenementen naar de stad toe te halen. Kijk, ik ben altijd heel jaloers geweest op een stad als Rotterdam. Hè? Geen daden maar woorden, geen woorden maar daden, zo moet ik het zeggen. Maar uiteindelijk is dat wel een mentaliteit daar, die mensen die doen het gewoon. Ja. Als die zeggen, we staan ergens voor, dan gaan ze het ook uitrollen, dan doen ze het ook. En die mentaliteit zou ik in Helmond ook wel willen hebben. Wij zijn vaak nog wat kritisch op onze stad. Durven niet echt te zeggen van, nou, geweldig hè, wat wij doen in Helmond. En die mentaliteit, daar wil ik de komende 4 jaar nog wel eens aan werken. Dus je wilt Helmond wel meer trots Ja, maar maken. Ook zelf uitstralen als politiek. Ja. Hè. We zeuren vaak ook in de raadzaal met elkaar over hele kleine dingen. Terwijl we zo fantastisch bezig zijn als dat. En dat uitdragen, ja, daar wil ik de komende 4 jaar wel weer voor gaan. Nou, lijkt me een heel goed plan. Ik heb hier net eens even een beetje rondgesnuffeld door je huis, heel nieuwsgierig. En ik zie mooie kunst aan de muren hangen, maar ook heel veel mooie foto's, volgens mij, van familie. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, nou, de foto's van familie. Ik heb 2 dochters. Ja? Ik ben al 37 jaar met dezelfde vrouw verliefd, gelukkig en ook getrouwd. Kunnen we eens wat zien? Dat is goed. Laten we maar eens gaan kijken. Want ik denk dat dat gewoon goed is. Misschien toch met het nieuwste aanwinstje in de familie. Oh. En dat is ons hondje. Oh. Luna. Die heb ik ook al ontmoet, ja. Ja, ja, een heel leuk klein wit hondje. Heeft helemaal niet zoveel aandacht nodig. Is wel heel prominent in huis aanwezig. En als Frans een beetje omdraait, dan zie je nu dat hij daar... Kijk, Frans, ze hoort dat je over hem praat. Over haar en praat. Daar komt dat fantastische beestje aan. Kijk eens. Hey. Ja. Waar ben jij, Luna? Heel rustig, wel een handenbinder, zeg ik altijd tegen mijn vrouw. Want ja, wij hebben geen kinderen meer in huis. Onze beide dochters, die zijn wel, de een is nog thuis, de ander niet. Maar zo volwassen dat ze hun eigen leven leiden. En met dit beestje moet je wel iedere dag rekening houden, okay. Ja, als je vertrekt of dat soort. Nou ja, en dan die 2 dochters, Astrid, daar lopen we maar naartoe om eens aan te geven. Die hebben bij dezelfde fotograaf foto's laten maken. Ja. En ook dat hebben we in de stijl gehouden van zwart-wit. De jongste, Elsemieke. En onze oudste, 30 jaar, in verwachting. En dan moet ik dus bekennen dat ik binnenkort opa word. Iets waar ik wel heel erg lang aan moet wennen. Maar over 1 of 4 is het zover. En dan hoop ik een kleinkind in de handen. Oh, spannend. Wat wilde je vroeger worden toen je een klein jongetje was? Onderwijzer. Onderwijzer? Altijd, van begin af aan. Ik denk al van de eerste of de tweede klas van de lagere school.
Als ze dan vroegen, waar wil jij worden? Dan was het onderwijzer wilde ik worden. En daar ben je ook geworden. En daar ben ik ook geworden. Ja, want daar hebben we hier beelden van. Welke school ben je? Dit was mijn school, mijn eerste school in Den Bosch. Ik heb Leonardo School in Helmond gedaan, hè, dus de lagere school. Daarna het Knipmeercollege. Toen ben ik naar Eindhoven gegaan. Daar ben ik onderwijzer geworden. Ik ben de laatste dag van mei afgestudeerd in Eindhoven. En de eerste dag van juni stond ik in Den Bosch aan school. En dat was heel leuk. Een oud onderwijzer eigenlijk van de Leonardo School. Eigenlijk nog een hoekie dan, of niet? Hoekie, ja, helemaal niks. Oud onderwijzer van de Leonardo School was daar directeur. En ik belde, ik ben geslaagd. En ik zoek een baan. En ze zeiden, je kunt morgen bij mij beginnen. En ik vergeet het nooit meer. Hè. Dat was 1974. Ik kom in Den Bosch, in die school. En dat was in een binnenstadswijk. Heel veel allochtonen toen al. Ja. En ik kreeg boven op die school, boven in de zolder van die school, kreeg ik 15 jongelui. En die directeur die zei tegen mij, wat jij deze maand moet doen, is die jongelui gewoon bezighouden. Nou, moet je je voorstellen, hè? Ik ben net geslaagd. Dus ik kwam met mijn dure lessen van geschiedenis en aardrijkskunde. Ik denk, nou, dat ga ik hier eens doen. Binnen één dag, het was een keten in de klas. De praktijk van de theorie. Vreselijk. Ik had geen controle, geen gezag. En toen heb ik tegen die directeur, mag ik wat alternatiefs doen? Heb ik toen gedaan. En toen ben ik sprookjes gaan voorlezen, vergis je niet. Het was zesde klas, hè? Dus laatste jaar, sprookjes gaan voorlezen. En bij die sprookjes ben ik gaan tekenen, gaan praten over het leven, over dat soort dingen. Ah, leuk. Twee weken gedaan. En het was ook nog een school waar zusters in werkten toen in Den Bosch. En toen kwam zo'n oud, jong zustertje naar mij toe. En die zei, meneer Stine, u wordt een goeie, want u heeft ze stilgehouden. Nou, dat was toen zeg maar het beeld van onderwijs. In die foto's die je hebt gegeven, dat je echt iets met sport hebt, al van kleins af aan. Ja. Sport je nog steeds? Nog steeds. Ik tennis nog steeds. Hier was ik, hè, die foto toen ik, ja, wat zal je geweest zijn? Ja, 4, 5. Was ik in training van Wimbledon, hè? Heb ik wel eens ooit gezegd. Maar ik tennis nog steeds. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog doe. Ik ben wel enorm jammer, ik ben echt een sportmens. Ja. Ik heb lang gehandbald. Ja, daar hebben we hier ook beelden van. Ja, beeld van oranje-wit, Helmond. Dat zullen de oud-Helmonders nog weten. Er was zo'n ballonhal op de Braak stond daar. En als je daarin handbalde, dan was een enorm geluid, weerkaatsing. Maar ik heb heel lang gehandbald bij Oranje-Wit, echt mijn vereniging. Ik heb er alles gedaan. De doelen geverfd, de lijnen gekalkt, zeg ik altijd. Dus echt een verenigingsmens. Ja. Later had ik daar geen tijd meer voor tien van, want je moet dan toch trainen met je ploeg. Toen ben ik gaan hardlopen. Ja, kijk, daar nou, dat is bij deze de foto uit. Ben ik enorm trots op. Ik heb een stuk of 8 halve marathons gelopen. De beste tijd was 1:41, dat zegt de sporters wat, denk ik. Ja. Jou niet? Nee, mij helemaal niks. Daar was ik al heel maar erg trots goed, op. Ja, ja? Ja. Het nadeel is, als je dat één keer gelopen hebt, probeer je altijd je tijd te verbeteren. En dat lukt dan niet meer. Dus dat was frustratie op frustratie. Maar deze vind ik wel heel leuk, want ik ben één keer een buitenlandse wedstrijd gaan lopen, onder de Eiffeltoren gestart, Parijs-Versailles. Dat is ongeveer 17,5 kilometer en dat lijkt heel kort, maar is enorm geaccepteerd. Met je Helmond? Ik hoop goed. Ja? Ik hoop goed. Ik ben ondersteunend lid van Howard Helmond. Dus ik ben zeer benieuwd wat je voor opgave hebt. Ja, precies, ik ga je eens even testen. Wat betekent anrecommenderen? Anrecommenderen? Ik heb, als ik het heel eerlijk moet zijn, geen idee. Ik denk aanbevelen. Ja. Oké. Okay. Ja. Klopt. Was een mouwer? De mouw is een zeurkous of het is een fluitketel. Ja, de laatste. De laatste. En wat is een kanali? Een kanali, dat is een hele zure oude vrouw die heel boos is. En vaak bij mij ook, als de bal weer over de heg heen ging, dan kreeg ik de bal terug van de kanali. En dan was hij wel stuk. Ja. Oh, dat is een echte. Ja, dat ging best in, hoor. Denk eraan. En wat is lopen grenzen? Lopen grenzen, dus een beetje zeuren. Een beetje, ja, ik wil iets en dan krijg ik het niet. Nou, tot nu toe weet je het heel goed. En wat betekent accrederen? Accrederen, het accredeert niet, het communiceert niet, het klopt niet met elkaar. Als het wel accredeert? Als het wel accredeert, dan loopt het zoals Helmond op dit moment loopt. Top, mooie stad. En we moeten samen zorgen dat het blijft accrederen.
precies. Samen daadkrachtig, ja. Maakt wij ervan. Ja. Nou ja, dat is heel mooi, de slogan van het nieuwe college. Heel goed van jullie. Ja. Het accadeert met elkaar. Ja. En dat vind ik ook, hè. Goed team, samen voor de stad staan. We gaan 4 jaar eraan werken.